De legging voor de kreeft. Ik heb op dit moment een kortingsactie. Nog de hele maand februari. Zoals je een persoonlijke reading wilt aanvragen met een korting, dan kan dat via mijn website. Ik zet de link daarvoor in de beschrijving onder de video. We hebben stormen. Dus een storm die er is, waar je misschien nu middenin zit. Alles druk om je heen, onduidelijk om je heen. Weet dat die storm vanzelf weer voorbij gaat. We zitten natuurlijk letterlijk in een storm of in allemaal stormen op het moment. Die storm gaat vanzelf weer liggen. Daar hoef je eigenlijk niet zoveel voor te doen of helemaal niks. Je kan er zelfs niks aan doen, bedoel ik. Maar na die storm gaat de zon weer schijnen en gaat alles weer mooi groeien en bloeien. Ja, vast in de modder, dat past er eigenlijk heel mooi bij, hè? Probeer om, terwijl je vast zit, toch te genieten van het leven. Ook al ga je even niet vooruit, probeer juist dan om te genieten van de dingen die je wel kunt doen. Of de dingen die om je heen gebeuren. Dus als je dan vast zit in die modder, ga dan spelen met die modder. Neem een modderbad. Doe er wat leuks mee. Ik denk dat er goed nieuws aankomt voor je. We hebben de bekers 2. De soulmate kaarten. En de ster. En de zwaarde 8. Ja, dus heel duidelijk ook hier het vastzitten. Of in elk geval het gevoel hebben vast te zitten. Geen vooruitgang zien. Terwijl juist die vooruitgang is wat je graag wilt. Met jouw soulmate. Die vooruitgang die zie ik dus aankomen. En het staat op het punt te gebeuren. Het gevaar is hier dat je te veel gefocust bent op dat vastzitten of op die storm. Dus dat je daar zo op gefocust bent, dat je niet ziet dat je het moment mist, zeg maar, dat het weer vooruit gaat. Want ik zie dat er wel degelijk iets gebeurt op het moment. Vooral aan de kant van jouw soulmate. Daar is ontzettend veel liefde aan het groeien. Jouw soulmate stelt zich helemaal open of is daarmee bezig voor de liefde. Dit zou iemand kunnen zijn die misschien nog in een relatie zit met iemand anders. Misschien ben jij dat zelf. Met de bekers 3. Maar ik zie daar geen problemen eigenlijk. Want wat ik juist zie is dat die liefde tussen jullie, tussen jou en jouw soulmate, zo aan het groeien is. Dus misschien is dat iets tijdelijks geweest wat er is gebeurd. Of misschien was het wat je dacht dat er gebeurde. Maar die storm die gaat liggen. En wat er dan overblijft, als die storm gaat liggen, is die liefde. Misschien was het niet duidelijk voor je dat er gevoelens waren, of hoeveel gevoelens er precies waren. Van jouw soulmate voor jou. Maar ik zie hier een heel nieuw begin aankomen. Ik zie dat de onduidelijkheid verdwijnt. Dat verborgen emoties naar boven komen.
Er komt eerlijkheid. Gevoelens worden uitgesproken. En een nieuw begin. Hier komt een vaste relatie uit. Een stabiele relatie. Dus dat wat je zo graag wilt. Dat het loskomt. Dat het weer verder gaat. Dat het gaat groeien. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Jouw soulmate heeft hele warme gevoelens voor jou. En wat er misschien nog miste, was dat het... dat het werd uitgesproken, die gevoelens. En dat is wat er gaat gebeuren. Dus het wordt uitgesproken. Gevoelens worden besproken. De toekomst wordt besproken. Er komt heel veel communicatie aan tussen jullie. En met name over de toekomst. Over een stabiele liefdes lange termijn relatie tussen jullie. Dus dat huwelijk. Dus er zou een huwelijksaanzoek kunnen komen. Eindelijk gebeurt het. Dat wat je zo graag wilt. Eindelijk is het zover. En het heeft lang geduurd. Het heeft ook veel energie gekost. Het wachten. Maar wat ik een beetje hier zie is dat wachten een beetje een probleem is. Dus als je je focust op het wachten, dan krijg je meer van het wachten. Dat is een beetje hoe het werkt. En dat kan natuurlijk van beide kanten. Hè? Dus als jullie allebei op elkaar wachten om gevoelens uit te spreken bijvoorbeeld. Omdat je niet de eerste wil zijn. Zoiets bijvoorbeeld. Kan ik me voorstellen. Ja, dan gebeurt het natuurlijk niet als je allebei blijft wachten. Die doorbraak die komt eraan. Een keuze volgt. Een doorbraak. En dan... kunnen jullie je openstellen. Een einde aan de onrust. Een einde ook aan een eventuele derde persoon bij een relatie dat eindigt. En jullie kunnen je openstellen. Je kunt je hart openen. En dan volgt er alleen nog liefde. Succes is daar. Een huwelijk is daar. Een ware liefde die lijkt te zijn voorbestemd. Stabiele liefdesrelatie. Super mooi. Ik ga nog even verder met de legging in de verlenging. Ik ga dan wat meer kijken naar die andere persoon, naar jouw soulmate. Wat er allemaal gebeurt en ook wat er gaat gebeuren tussen jullie. Hè? Hoe het allemaal verder gaat. Ik zet de link in de beschrijving onder de video, dus misschien zie ik je daar. En zo niet ook helemaal goed en dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag!